Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag weer dinsdag. En vandaag, en misschien ook de komende week, ga ik weer vloggen. Dus kijken zal ik mee met deze vlog. Hallo, een hele goede morgen. Het is geen morgen, het is avond. Regenwarm toch hier. Zo, het is inmiddels alweer middag. Ik ben al een paar uurtjes weer thuis. En de musical ging super goed. Ik merk wel dat ik echt wel moe ben na zo'n lange week werken. En natuurlijk ook weer de repetitie. Misschien zien jullie het nog, dat ik een beetje moe ben. Maar ik heb dus sinds ik thuis ben, even wat gerust, even gelegen. Dan valt er ook bij natuurlijk. En ja, ondertussen is het alweer bijna 4:30. En mijn opa komt net binnen. Hoi lief. Nee, dat is niet, man. Ik ben dat. Ik ben tegen mezelf aan het praten, of tegen de camera. Ja, dat snap je allemaal niet, natuurlijk. Maar goed, wil je wat drinken? Even wachten. Oké. Nou, ik ben net de hele tijd bezig geweest met eigenlijk een video te maken. Voor de, een beetje reclame te maken voor de musical. Die video die heb ik net, ja, ongeveer 3 kwartier geleden, heb ik namelijk die video gemaakt. Daarna geëdit. En daarna ook online gezet op Facebook en op Instagram en zo. Die video die zal ik nu ook laten zien op YouTube. Dus ja. Misschien heeft hij de moed gevonden om het zelf uit te komen vechten. Bernardo. Maria. Dit zijn dus een aantal stukjes van de voorstelling die ik dus ga geven. Binnenkort op 13 april. Het is op een zaterdag. Mocht jij tijd hebben en zin hebben om te komen kijken naar de voorstelling, check dan zeker de site. Hier beneden, via de link. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. En wat je moet doen als je kaarten wilt bestellen. Nou ja, wat ik doe, ik typ namelijk Westside Story Musical Limited in. Dan zie je dus ergens Sjoenk.nl. Dan moet je dus opklikken. En dan kom je dus meteen op de site terecht waar je dus je tickets kan gaan bestellen. Dan moet je dus het aantal tickets invoeren. En dan kan je dus op volgende klikken en dan kan je dus gaan betalen. Ondertussen is het alweer ja, de volgende dag en dan weer middag. Vandaag heb ik niet zoveel echte gedaan. Ik heb vandaag eigenlijk gewoon even wat gerust. Dat eigenlijk gewoon even een chill dagje vandaag. Dus ik denk dat ik ook deze vlog ga afsluiten. Dus vond je het een leuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen tot morgen of anders tot de volgende keer.